Aan de Utrechtse grachten werken Niek en Lisa al jaren samen. Alle gerechten zijn altijd vers. Zelfs vers geplukt. Een soort bio-duo zou je kunnen zeggen. Ook de taakverdeling is duidelijk. Ze weten dan ook precies wat ze willen maken. Jij gaat zelf vast beginnen met de voorbereidingen? Ja, met pompoensoep. Leuk. Ja, die vind ik erg lekker. Ja, dat is altijd Niek's specialiteit. Ja, ja. Dat kan niet als de beste. Ja, dat weet ik ook altijd de beste. Nou, dat gaat helemaal goed komen vandaag. Ja. Hartstikke leuk. Niek werkt al 10 jaar in de horeca, vooral in de keuken. Zijn andere grote passie is dansen. Daar wil hij beroemd mee worden. Maar als dat niet gaat lukken, dan wordt hij chef. Want hij is gek op eten. Ja, ik laat een beetje trappen van mijn uien. Naast Niek staat collega Lisa. Lisa heeft vanaf haar geboorte een licht verstandelijke beperking. Ze was altijd een vrolijk kind en gek op koken. En bij Lisa moet alles tot in de puntjes verzorgd zijn. Ze maakt verse kruidenboter wat samen met een broodje geserveerd wordt bij de biologische pompoensoep van Niek. Tijd voor mij om de andere duo's op te halen. Allereerst het koppel wat op dit moment aan kop staat. John en Katelijne. Hallo. Daar gaan we. En ook Rosalinde en de wat kritische Auken zijn enorm benieuwd naar het gerecht en de service van Niek en Lisa. Ik heb wel zin om te proeven. Ja. Ik ook. En te beoordelen of dit wel of niet lekker is. Oeh, jij lijkt me wel streng. Nou, niet te streng, zou ik nemen. Wat hoop je nou dat er absoluut niet op je bord komt te liggen straks? Dat weet ik niet. Maakt niet uit. Nee, maak hem uit. Het is wel spannend natuurlijk, maar het zijn gezonde spanningen. En nee, ik heb er juist heel erg veel zin in. Eet smakelijk. Dank u wel. Ik ben benieuwd hoe ze het eten zullen vinden. Ja, ik zou zeggen, neem van ze een kijkje in de winkel. Wij gaan nog eventjes wat dingetjes doen. Het eten voorbereiden en de tafel verder leuk dekken. Oké. En dan zie ik jullie zo. Ja, is goed. Ja. Dat is slim. Dat geeft Lisa iets meer voorbereidingstijd. En de gasten, die vermaken zich wel. Ik allemaal lekker, hoor. Oh, tuurlijk lekker. Kippensoep met pree en citroen. Ga vertellen. Wat zie je? Grappannetjes. Lisa werkt heel secuur. Het tafeldekken doet ze dan ook graag alleen. Niek gaat op pad om een van zijn geheime ingrediënten te scoren. Wat gaan we halen? Pompoen. Pompoen? Ja. Maar wat nou als ze het niet lekker vinden? Als ze het niet lekker vinden, kan ik verseur bij de ingrediënt doen. Oh, dan doe je er een soort sap bij. Ja. Oh, dat is een wat zoetere sap. Dit is... Ah, kijk. Oh, neem je deze, niet deze? Niet deze, maar deze. Waarom deze? Dat is lekker. Echt? Ja. Plensen. Ah, ja, dit is pompoen en dat is de eco-pompoen. Ja. Wij willen de gewone. We nemen altijd deze. Proost, hè? Yes. Dit is de streepjes erop aan wat je gehad hebt. Kijk maar. Grappig, hè? Ja, handig, hè, van die plaatjes. Ja, die plaatjes, ja. Echt makkelijk. Ja, hè? Zo doet elk restaurant het op zijn eigen manier. Inmiddels is in de keuken het moment aangebroken om het geheime recept te testen. Lisa. Ja, niet? Die hoeft mij ook pompoen mee te proeven. Natuurlijk. Een lepeltje voor me? Lekker niet? Ja. Top gedaan. Heerlijk. High five. Ah, daar komt de soep, denk ik. Nou, ik zal vertellen wat het is. Ja. Jullie hebben pompoensoep voor je. Ja. Op een bedje van alfalfa. Met brood en huisgemaakte kruidenboter met verse kruiden uit de tuin. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, dankjewel. Lekker? Of niet lekker?
Oh, zo lekker. Ik vond de pompoensoep echt lekker, ja. Ik ook. En het lijkt op een appelmoes. Nou, een pluspunt. Ja. Ik denk kans dat ik de boter wel lekker vind. Ja? Ja. Zo, de eerste hobbel is genomen. Maar ze zijn er nog niet. Als verrassing komt er ook in dit restaurant nog een bekende Nederlander langs om te proeven. En dit keer is het Nieks grote idool. Zo, goedemiddag. Allemaal. Hoi, hoi. Ik kwam een hapje eten. Oh ja, jullie zitten al te eten. Ken jij mij? Echt waar? Ja, ik heb jullie op een film gezien. Oh, welke film heb je mij gezien? Gewoon thuis. Ja, dat klopt. Ja, goed zo. Hoi, hoi. Gaat die goed? Nee. Hoi. Frans. Je mag hier aanschuiven. Mag ik daar aanschuiven? Ja. Ja? Oké, okay, doen we dat. Frans thuis. Lekker thee. Oh. Dat weet ik niet hoor. Hallo. Goedemiddag. Welkom, goedemiddag. Hi. Wat wilt u drinken? Een groene thee. Wat wil ik iets eten? Ja, ik lust wel wat te eten. Ja. Heb jij iets typisch Utrechts om te eten? Jazeker, we hebben fokkingworst met mosterd. Oké. Okay. Ja. Nick, dan mag jij de groene thee maken. Nou, oh, je bent zanger. Ik ben zanger, ja. Nee, ik ook. Echt waar, ben jij een zangeres? Ja. Gewoon thuis of echt optreden en zo? Ja. Ja? Andreas is eentje van andere oh, kijk. En tranen, zij rolt in mijn op. Heel goed. Met bloed, zweet en tranen. Zij vrienden. Dag vrienden. Vrienden van mij. Een hele verantwoordelijkheid, zo'n BN'er in je zaak. Gelukkig houdt Lisa het hoofd koel. Cool. 3, 2, 1, lachen! In het restaurant vermaken de gasten zich gelukkig op hun best. Lachen! Oh, het ziet er heel mooi uit, zeg. Dankjewel. Frans zal als kritische gast zijn broodje beoordelen. Maar wanneer zijn Lisa en Niek eigenlijk tevreden? Nou, het meest belangrijke vinden wij, denk ik, dat de gasten het naar hun zin hebben. En dat ze er vrolijk worden van het eten. En ja, vooral ook dat ze het lekker vinden natuurlijk. Ja. John en Katelijne moeten goed bedenken welk cijfer ze willen geven. Dit ene cijfer is gebaseerd op een cijfer voor het eten en voor de service. Ja? Ja, heel lekker. Maar ik vond ook dat de smaak van de pompoensoep erg goed was. Ik vond hem er wat dik uitzien, waardoor ik de eerste indruk had van oh jee. Van de broodjes ook erg lekker. De kruidenboter was goed. En het frappante van de kruidenboter vond ik dat ze zelf hun kruiden oogsten. En wat vond je van de bediening? Ik vind dat ze het erg goed deden. Dus helemaal top. De aandacht die was er zeer zeker wel. Dus dat kom je tegenwoordig niet echt overal meer tegen. Wat zouden jullie nu voor cijfer willen geven voor het eten? En ook Auke en Rosalinde moeten tot één cijfer komen. Wat vonden we van de pompoensoep? Nou, wel lekker. En ik zou zeggen, ik geef een 10. En ze moet wel goed roeren en soep eigenlijk. Oh, ze moeten iets beter roeren? Ja. Oh, oké. Okay. Met je stampen of zo. Ja. En dan hebben we een 10. Maar wat voor cijfer geven jullie dan voor de bediening en de service? Wat vind jij, Auke? Oei, dat is lastig. Frans-Duits is er al uit. Maar zijn cijfer wordt pas aan het eind van de aflevering bekendgemaakt. Allereerst Frans. Ja, ik heb hem ingevuld. Hoe was het eten? Lekker. Ja? Ja, goede entourage. Het was lekker. Het zag er heel mooi verzorgd uit. Ze hadden het slaapbedje heel mooi gemaakt en was ook erg lekker. Zo. Dus ik ben tevreden. Hoor je dat? Ja, en je cijfer blijft natuurlijk geheim. Die blijft geheim. Hij zit hierin. Ik ga hem bij jou overhandigen. Dankjewel. Ja, dat was wel super, hè? Ja. En hij vond het erg lekker. Ja. Hey, dankjewel. Doeg! Fijne dag. Doeg! Nou, hier zit natuurlijk een cijfer in. Maar zij hebben natuurlijk ook een cijfer gegeven, hè? Ja. Ben je een beetje zenuwachtig? Of... Nee. Helemaal nee. Niet. Vol zelfvertrouwen. Ja. Want wat was jullie eindcijfer wat jullie gingen geven? Eindcijfer komt dan op een 8,5 neer. Ja. Een 9. Ja, buiten een 9, was het 9. Ja. Jullie krijgen een 9. En wat was jullie cijfer? 13, hè? Ja, klopt. 13. Allebei 10. Een 10. Allebei 10, ja. Een 10 en een 9. Woehoe!
Met een 9,5 gemiddeld staan Niek en Lisa nu bovenaan en moeten John en Katelijne tevreden zijn met de voorlopige tweede plaats. Meteen door met Auke en Rosalinde. In het centrum van Hilversum zit het restaurant waar ze al 8 jaar werken. Auke staat al vanaf zijn 20ste achter de bar. Best een uitdaging voor iemand met autisme. Nou, dit ziet er echt blinkend uit.